ben hier blijven plakken. We wonen hier nu 35 jaar. En we wonen hier heel graag. We zijn slot van de zee. En we wonen hier heel graag omdat dat eigenlijk wel een stad is voor kunstenaars. Het hebben hier verschillende bekende kunstenaars gewoond. Onder andere Arno, waarvan ik hevige fan ben. Ik ben geboren in Brugge en mijn vrouw en ik ook. Ik kom uit een kunstenaarsfamilie met 5 kinderen die allemaal in de kunst zitten. De meeste met letters. De zee inspireert me niet rechtstreeks op mijn werk zelf, maar wel op onze manier van leven. En we zijn al twee zot van de zee. Ik heb ook mijn hond daarvoor gekocht om elke dag een keer buiten te zijn en aan het strand te gaan wandelen. Mijn vader was ook letterontwerper, mijn moeder had een kunsthandel in Brugge. Die inspiratie komt denk ik door de jaren heen en ik vanaf jongs af aan zie je mooie dingen. Maar dat is eigenlijk iets die gegroeid is door die 40, 50 jaar eigenlijk. In de kunsthandel van mama was dat het begin van design, die van Denemarken en het Scandinavische landen kwam. Eigenlijk heel nieuw voor die periode. De meeste mensen hadden nog meubels in eik en Brugiaanse stijl. Bij ons was het een beetje strak voor die tijd. En ook die Afrikaanse kunst die me heel, heel veel geïnspireerd heeft, ook op mijn vroegere smeedwerken. Ik denk dat dat ook doorvoert op waar ik dat nu doe. Mijn opleiding aan het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs in Gent, waar we zeer veel logo's moesten ontwerpen, de strakke gelijndheid, zwart-wit, zijn waarschijnlijk ook een basis voor mijn werk dat ik nu maak. Dus op het gebied van kleur ben ik dan ook selectief. Het is zoeken naar het juiste kleur en ja, dat is niet gemakkelijk. Eigenlijk. Een kleur op je computer kiezen en hetzelfde kleur overzetten op doek is, ja, dat is toch een proces die niet altijd zo evident is eigenlijk.